Het is een geweldige combinatie van mensen. Het is, we brengen onze dagen door in dat restaurant met z'n allen. Er wordt regelmatig veel gewacht natuurlijk. Er zitten vaak mensen in beeld die niet actief betrokken zijn bij de scènes. Maar het schept wel een band, ja. En het is heel fijn om elkaar op die manier te leren kennen. We hebben ook een heel enthousiaste ploeg acteurs, figuranten, hè, die mee in het restaurant zijn. Het is ook plezant om hun enthousiasme zo te zien. Eigenlijk, het gaat er eigenlijk alleen maar op achteruit, hun enthousiasme, denk ik. Want we moeten heel, in die zin dat ze veel moeten wachten, natuurlijk zoals wij allemaal. Hè, want dat restaurant, dat heeft veel plaatsjes die allemaal wel of niet in beeld komen, dat is maar af te wachten. En dat werkt soms een beetje op het geduld, merk. Er zijn veel verhalen die langs elkaar lopen. Hè. Wat wij nu spelen, dat gaat toch eerder over twee mensen, hoe zei ik daar juist nog, die de boot met elkaar gemist hebben. Daar zit wel een tragedie onder van 23 jaar, iets wat 23 jaar geleden niet gelukt is en nu boven komt. Dus ik denk dat ook de kracht van de film zal zijn, dat die verschillen er allemaal in zitten. Er zijn heel, heel geestige, herkenbare dingen en ook tragische verhalen. Ja. Ja. Met zoveel acteurs constant op de set, brengt dat jullie dichter aan elkaar of ga je op elkaar? Totaal niet. Of ga je op elkaar zenuwen werken? Dat nu ook weer niet, maar we hebben hier de luxe echt wel van zeer comfortabele loges te hebben. Waar je je perfect in kunt terugtrekken als het allemaal wat te veel wordt. Letterlijk dan zelfs te veel, want het is inderdaad een kleine ruimte met veel mensen. Dus dat kan je niet heel de dag, tenzij het echt moet, rondhangen. Dat heeft ook weinig zin. Dus in die zin is dit wel comfort. Hè? Vaak op locatie zit je dan ergens achteraan in een onverzorgd toilet van een caféke te wachten. Dat is hier natuurlijk niet het geval. Het is echt, ja. Ja, dus ook internet en je kunt ondertussen nog wel werken en zo. Dus dat is perfect. Hè? Ja. Ik vind het ook heel fijn om naar elkaar te kijken. Twee dagen geleden hadden Barbara en Philippe een lange scène. Ik vind het heerlijk. Heerlijk om die mensen aan het werk te zien. En dat zijn twee mensen die ik wel ken, maar niet. Ik heb daar ook nooit echt mee gespeeld of zo. Maar iedereen heeft zijn eigen manier en zijn eigen métier en vult dat toch persoonlijk in of zo. Ja, en ik denk dat. Ja, je gaat dat ook wel zien. Die ervaring heb ik dat wanneer we over scènes nadenken of ze analyseren en becommentariëren met elkaar, dat voor mij vaak heel verbredend werkt. En daar ben ik toch nog altijd heel blij mee wanneer dat kan gebeuren. Het gebeurt te weinig vaak dat je echt geïnspireerd wordt door iemand. Dus dat is in dit geval heel positief. Ja. Ik ben heel blij met Sarah wat dat betreft. Ja. Dat is helemaal wederzijds. Ja, absoluut. Ja. Ik vind het fantastisch, want eigenlijk hebben wij nooit echt iets met elkaar te maken gehad. En om te merken dat gewoon samengaat en dat je eigenlijk met niet zoveel woorden kunt gaan spelen en dezelfde vrijheid hebt als met mensen waar je 20 jaar mee samenwerkt. Dat is heerlijk. Ja, maar 23 jaar geleden hadden jullie toch, was er toch zoiets? Dat was Pascaline en Frank. Ja, ja. Dat spelen we er dan nog bij, hè? Ja. En Joël, merk je dat het een debutant is? Hoe valt hij mee? Ik vind het fantastisch. Ja, het klinkt nu allemaal zo. Ja, dat is jullie werk, hè? Jullie moeten maar hier. Nee, ja. Dan kennen mij nog niet. Ik zou wel elke dingen durven zeggen als het, ja, dat weet ik. Als het nodig is. Ja. Maar bon, nee. Ja, debutant, dat klinkt wel heel lelijk voor iemand die toch al het een en het ander gedaan heeft. Maar ik begrijp natuurlijk wat je bedoelt. Het is zijn eerste langspeelfilm. En ik denk dat hij zich comfortabel voelt bij het feit dat hij toch een aantal mensen heeft gekozen waar hij al mee gewerkt heeft voor televisie. Dat schept voor hem toch een vertrouwenskader zo, wat echt belangrijk is. Hij komt er net aan trouwens. Hij komt altijd een paar uurtjes later aan op de set. Wat ook comfortabel is natuurlijk. Ja, ja. Soevereiniteit van de acteur, toch? Ja, we trekken ons plan wel in de vorige dag. Laten we hem even passen. Ja.